Daniola, had jij gisteren om 6:15 nou een dubbele kater of niet? Ja, aan de ene kant waren de uitslagen gunstig, aan de andere kant RKC wint voor PSV. Maar ja, ik denk dat in deze competitie kan je verwachten dat iedereen een beetje van elkaar kan winnen. En ik denk dat we daar niet te veel naar moeten kijken. Zeg jij ook niet zoveel dat je weer 18e staat nu? Nou ja, het is nooit leuk om onderaan te staan. Alleen, ja, wat ik zeg, deze competitie kan iedereen van elkaar winnen. En het staat ook allemaal nog heel dicht bij elkaar. En ik denk dat we gewoon naar onze eigen wedstrijden moeten kijken. Dat ga je morgen doen tegen Heracles en dan vervolgens heel snel tegen Vitesse. Ben je blij dat je in zo'n korte tijd 3 wedstrijden speelt? Ja, ik vind het wel lekker. Ik speel het liefst zoveel mogelijk wedstrijden. Dus voor mij is het eigenlijk wel fijn. Wat voor gevoel ga je naar Heracles toe? Tegen Heerenveen was het toch wel zonde dat... Ik moet zeggen, in de rust hadden we wel het gevoel van, nou, hier valt er wat te halen. We kregen eerst zelfs ook wel wat kansen. En dan eigenlijk 2 ongelukkige acties. Kom je 2-0 achter en we hebben het eigenlijk gespeeld. Maar ik denk dat we een redelijk gevoel over kunnen houden aan Heerenveen. En ja, want thuiswedstrijd tegen Feyenoord, als we dat weer kunnen opbrengen hier thuis voor eigen publiek tegen Heracles, dan moet dat wel goed komen. Ja, want dat veldspel vond ik niet slecht tegen Heerenveen. Nee, en op zich, wat ik zeg, de eerste helft kregen we een paar goede kansen en die maken we dan net niet af. En als je dan de 0-1 scoort, dan ga je ook makkelijker voetballen en krijgen we waarschijnlijk nog meer ruimte voorin. Dat gebeurde helaas niet. En ja, eigenlijk uit 2 ongelukkige situaties sta je heel snel 2-0 achter en ja, vanaf dat moment werd het heel lastig. Is dat ook een beetje het verhaal nu bij jullie, dat je even zo'n doelpunt nodig hebt? Ja, tuurlijk. En je zou ook zien dat... zulke beslissingen van scheidsrechters, helemaal nu je onderop speelt, gaan altijd in je nadeel werken. En, ja, dat zie je meestal met de ploegen die onderop staan. Ja, dat viel me wel op, want tegen RSC was het buiten het 16 meter gebied en wordt er straf opgegeven. Nu heb ik de foto's en de beelden teruggezien en volgens mij had Coutinho hem ook gewoon vast. Ja, klopt. We hadden ook nog de beelden in de bus gezien. En, ja, maar het is gebeurd en het is wel een beetje de situatie waar we nu in verkeren. En dat weet je eigenlijk ook een beetje, dat je dat soort dingen net tegen je kan hebben. Maar ja, wij moeten gewoon als team morgen zeker met z'n allen gewoon knallen. En ja, dan denk ik dat het wel goed gaat komen.